Hey, hallo allemaal. <laughs> ik heb er zo'n zin in. Hè? Het is uh, maandag 24 mei 2021. En het is de, de tweede Pinksterdag. En ik ga het hebben over, uh, ja, over zij. De jongens en meisjes van de Nieuwe Wereldorde. Ja, dat is een beetje. Als je dit luistert, uh, en het is al 2024 of 2034 of 2054. Je denkt, nou zeg, ik wil moderne nieuws. Nou, ik denk dat wat ik te vertellen heb, dat, je, dat het tegen die tijd ook nog wel actueel is. Want, wat is het punt? Toen ik in 2005. En dat begon met dat ik keek naar een DVD. die ik gekregen had. van Remco Trompetter. Zo'n politiek activist. en die zat. na een heel lang verhaal. heel aardige vent. En heel clever, heel keen. En die gaf mij die DVD. en die zei. daar moet je eens naar kijken. Toen dacht ik. oh ja, nou dat komt wel een keer. Dat was dus een. dus die. die Praatjes van David Eiken. en dan heeft hij zo'n enorme powerpoint 43.000 plaatjes. Dan, ja, nou, laten we over opbouwen. En zo'n uitzending dat duurt dan 6 uh, uur of En dat eerste stuk denk ik, met 9-11 en zo, die aanslagen. Ik denk, wauw, dat kan niet man. Wie zit erachter? En dan komt David Ick met, ja, de reptilians. Toen dacht ik, nou moet je ophouden. En daadwerkelijk, hè, toen ervoer ik angst. Serieus? Ik durfde even niet verder te kijken. Vooral niet toen die tekeningen kwamen van die reptilians. En dan denk je, ze bestaan echt. Want David Ick heeft er een tekening van staan op zijn PowerPoint-plaatje. En dat er ook verschillende soorten reptiliën zijn. Een beetje, ja, een beetje, die zijn een beetje langer en wat smaller. Maar je hebt ook reptiliëns. En die, hebben, ja, die zijn iets korter, maar dan ook wel wat dikker. En, en dan kunnen ze op een knopje drukken, intern. Hè, en dan veranderen ze in een mens. En, maar dan moeten ze dan de hele tijd volhouden. En uh, soms hebben ze stress. En dan uh, valt dat knopje ja, plop. En dan zie je hoe ze er wel uitzien. Dat zal toch niet waar zijn? Ik weet niet wat het is, maar ik denk ook wel dat ik zo'n geest heb dat ik voor alles opensta. Dus ook voor David Eye. Uh, dat ik, ja, je moet alles aannemen. Huh? Als iemand dat zegt, dan, ja, er zit er toch altijd een kern van waarheid in. Dat, dat, ja, je gaat niet uitsluiten dat, dat er helemaal geen kern van waarheid in zit, want waar baseer je dat op? Uh, je krijgt iets te horen wat er helemaal niet strookt met je wereldbeeld. En dan voel je toch iets onbehagelijks bij. Huh? Maar ja, het is een onbehagelijk gevoel. Dan denk ik, nou, ik laat hem even rusten. En een paar dagen later denk ik, nou, kom op, ik ben een volwassen man. Nou, was ik 45 of zo. Toen ik kijk hem verder af. Nou, toen keek ik hem verder af. Want toen dacht ik, ja, 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 ja. <laughs> dacht ik toen. Maar ik ging wel verder op onderzoek uit. En toen keek ik naar die film van... Wat uh, heeft dat ventje nou ook en Hij heette die film... Well, Loose Change heette die film. Ook zo merkwaardig. Dat je zo snel naar die aanslagen al zo'n ingewikkelde film in elkaar hebt geknutseld. Met flashy sound effects en uh, moving dingen en uh, allemaal animaties erbij. En... Ja, 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 ja. Dat hebben twee uh, mensen zo eventjes in een vrije tijd in elkaar geknutseld met een computer die ze nodig hadden voor school. Dat, niet op dat moment hoor, toen ik naar die film Loose Change keek, dacht ik van ja verdorie, dat klopt helemaal wat David Ike zegt, dat is een grote doorgestoken kaart. Maar dan blijft weer de vraag, wie, wie zijn ze? Oh, dat is de Nieuwe Wereldorde. Ja, maar hoe heten die mensen en waar wonen ze? En los daarvan. Zijn die mensen het probleem? Of ben jij de complotgek? In die zin, dat je ja, met je geloof in complotten... Ja, het gaat allemaal om de complotten en de complotten moeten blootgelegd worden. En dat is mijn doel in mijn leven ofzo. Nou, is dat wel waar? Ja, want er zijn een stelletje criminelen. Ja, oké, oké, oké. Maar hoe was het ook weer met die uitspraak van mijn Heer, Christus Jezus? Die zei van uh, iets met een, een splinter in je eigen. Nee, een balk in je eigen oog en een splinter in een andermans oog. Ik kan wel een, boekje een beetje lopen jij bakken, want het is allemaal hun schuld. Hen, nee, hun. Ah, het is allemaal hun schuld, ja. Dat is wel goed, dan zeg je wel hun. Het is allemaal hun schuld. Ja, want zij hebben zoiets gebouwd. En ik niet. Dus daar moeten we toch wat aan doen. Nou, om te beginnen bij het begin, hè, als je er wat aan wil doen. Je hebt het hier over de doorgegroeide, doorgeëvalueerde vorm van Babel. En Babel, dat is een Hebreeuws woord. aan het spel je bet bet lamet. Nou, Piggy, wat doet dat ertoe? Nou, in het Hebreeuws heeft elk karakter. Behalve een klank. Dus de bet, dat is de b. En de lamet, dat is de hol. vandaar babbo. babul. Nou, dat is een klank. Maar het heeft ook een betekenis. En bet betekent huis. En bet, bet is het huis van het huis. En bet, lamet. Dan moet je weten wat lamed betekent. Nou, lamed betekent herderstaf. Dat is de staf die een herder bij zich heeft. En dat is niet een wandelstok. Nee, dat is een staf om die schapen voor de bek te rammen als ze niet doorlopen, of voor de kont te slaan. Misschien dat dan een herderstaf ook wel per se zo'n zo soort kromming zit, zodat je ook, uh, huppakee, zo'n schaap uh, achter zijn kop uh, rond zijn nek even kan trekken ook in de goede zin van het woord als je in het slot is gevallen of zo. Maar ook natuurlijk om de boel lekker bij elkaar te houden. Nou, dus is het huis van het huis van de herderstaf. Dat is de overkoepelende organisatie van de overheden. Babbel. Ja, de herderstaf is de overheid, het huis van de overheid. is uh, de herderstaf is de leider, uh, het huis van de leider dat is de overheid en het huis van het huis van de leider, dat is de verzamelde overheid. Dus het huis van de overheid. Overheden, governments. En dat is toch heel oud. Dat is dus helemaal niks nieuws. Je kan zeggen, ja Piri, ik geloof niet in de Bijbel, dus ik doe er niet aan. Dat hoeft er helemaal niet. Je moet alleen herkennen dat het woord Babel... Het is al heel oud. En het woord Babel is precies waar je het over hebt. Als je het hebt over de nieuwe wereldorde. Ook wel bekend onder de afkorting NWO. Er is helemaal geen nieuwe wereldorde. Dat zijn die oude jongens en meisjes. En als je nou kijkt wat. Eh, als je nou de Bijbel erbij pakt. en de, beschouw dan de Bijbel dan alleen maar als een, uh, als een mythe. wat mij betreft. Hè? Het staat vast dat het opgeschreven is. Dat is waar. En als je dan kijkt wat erin staat. en je dan eens even gaat verdiepen. van ja, hoe gaat het dan tussen. Uh, nou, maar de, de nakomelingen van. wat was het? Abraham. Hè? Want in de tijd van Abraham kwam Babel. Abraham, en toen had je al Babel. En toen werd het Abraham. En, nou, gaan we weer verder. Maar als je dan kijkt hoe men omging met Babel. En wat de moraal is die de, het Oude Testament is dat dan. Hè? Wat het Oude Testament leert over Babel. Dan leert het Oude Testament dat Babel, dat is een straf. Huh? Dus het is zeg maar, je zit in de klas en, en, en dan word je op je blote billen geslagen door de leraar. En dan denk je, ja, maar vind ik helemaal niet leuk, vind ik helemaal niet leuk, vind ik helemaal niet leuk. Ja, dan moet je ook geen propjes gaan lopen schieten tijdens de wiskunde les. En meisjes aan de haren trekken. Dat staat in het oude testament. Dus, ik kan me heel goed begrijpen dat we het helemaal niet leuk vinden... dat we in een lockdown moeten en een, en een groen vaccinatiepaspoort... en dat we niet meer op vakantie mogen. Ik snap wel dat het niet leuk is. Maar het is voor straf. Het is je welverdiende loon. Punt. En dat staat in de Bijbel, en dat staat precies zo in het boek Rulers of Evil. Dat is ook op zijn Duits vertaald, en dan heet het Herscher des Beuzen. Beuzen. In het Nederlands moet het heten, maar dat is niet in het Nederlands te krijgen. Maar dan heet het Heersers van het Kwade. En de conclusie van die auteur, dat is Frederik Tupper Sorsi, zo heet die man. Hij, hij is overleden inmiddels. Een natuurlijke dood, by the way. Zijn vrouw heeft het nog ergelijk uitgesproken over het feit dat er mensen waren die liepen te brullen. Ja, hij is vermoord, hij is vermoord. Omdat hij dat boek heeft geschreven. Die vrouwen zijn nou is helemaal niet waar, dus hij is gewoon dood gegaan. Ik was er zelf bij. En nee, hij is niet vergiftigd. Want dan had ik het wel geweten. Maar Frederik de Persozi, die heeft tien jaar lang... ...is die bibliotheken afgegaan, allemaal oude boeken opgeduikeld. Uh, en die viel van de ene verbazing in de andere. Van, oh, zit het zo. Die burgeroorlog in Amerika... Dus die dus het noorden en het zuiden. Huh? <laughs> Dat is allemaal gepland. Vanuit Rome. Die uh, onafhankelijkheidsverklaring in 1776. Het First Amendment. Uh, there shall be no law. Uh, there's, uh, there's, er zal geen wet komen. Die. Uh, een religie tot staatsreligie maakt, nog dat de staat een religie verbiedt. Het wordt dan gezien als de vrijheid van meningsuiting. Je denkt, ja, dat is de basis van de Amerikaanse grondwet. Nee, dat was de deur openzetten voor het katholicisme in Amerika. Want het katholicisme, dat was in, een, in, in Maryland. Of All States, dat Marialand. Ja, daar was het katholicisme, er he? was alles katholicisme, was het in Marialand. Die ene rivier, die, die, die rivier, die hoppeltje, die heette vroeger die, de Tiber. Dat <laughs> is dezelfde naam als de rivier die door Rome loopt. Maar alle, of eerst alle, een beetje alle andere staten die er waren op dat moment. Als katholicisme. Ja, je, je mocht wel katholiek zijn. Maar je mocht geen posters ophangen van komt allemaal bij de heilige mis? Nee, alsjeblieft, had die poster weg. En als je katholiek was, dan kon je geen ambtenaar worden en geen politieke functie en nee, liever niet. En daar was een hele goede reden voor. Want een katholiek, die kent maar één leider. Die dient maar één heerser. En dat is de paus. Dus een katholiek in de politiek, dat is leuk. Maar een katholiek politicus. die doet precies wat de paus van hem wil. en anders wordt hij eruit gedonderd. En waarom wil je een politicus. die uh, een tweede agenda heeft, namelijk dat hij wekelijks aan de telefoon hangt met het Vaticaan? Dit soort dingen kan je allemaal terugvinden in het boek Rulers of Evil. Dat is helemaal uitgeknabbeld. En bij het opstellen van die Amerikaanse grondwet, daar was die, die flapdrol, weet ook weer. Zijn naam vergeet ik altijd. Ritchie. R Ritchie, dit was zijn voornaam. Ritchie. En het is niet Leonardo. <laughs> oh, wat irritant is het toch. Dat je van die bepaalde namen hebt die je altijd vergeet. Nou, Goed Rizzi was het in ieder geval. was de secretaris-generaal van de Jezuïeten. En die was zogenaamd dood. Ja, ja. Die was zogenaamd overleden in gevangenschap. Dat hij opgesloten was door de paus. Want de paus die had zogenaamd de Jezuïeten verboden. Dat <laughs> je had de paus helemaal niet gedaan. Dus als je dat verhaal van de Jezuïeten kent: de Jezuïetenorde is opgericht in 1540 als een reactie op de Reformatie. En de Reformatie dat was een afscheidingsbeweging van de katholieke kerk. Nou, het protestantisme dat ook wel. Nou, ik, ik ben niet protestant. Dat zegt me helemaal niks. Maar goed, de katholieke kerk vond het helemaal niet leuk dat men niet meer katholiek was. Dus er moest wat aan gebeuren. En toen hebben ze de orde van de Jesuiten opgericht. U 1540. En die die had als taak om het protestantisme te bestrijden. Met hoe je het maar verzint, maakt niet uit. En, uh, oprotten met die handel. Tot en met moord en zo aan toe. Moord en afpersing, diefstal, maakt niet uit. Maar die Jezuïten, die hebben ja, zich behoorlijk uh, omhoog gewerkt in die organisatie van de kerk. En inmiddels zijn de Jezuïten de baas in de katholieke kerk. Helemaal. De paus, die... Uh... Nou, van de paus weet ik het dan niet. Maar... maar ik weet van de leider van de Jezuïten dat hij... In ieder geval van Hans Kolvenbach. Om netjes te zijn. Dat was toen de secretaris-generaal van de Jezuïten. Ja, die man die staat elke nacht... Om drie uur op. Belachelijk. Dat slaat er helemaal nergens op. Ja. Ik snap wel dat het kan hoor. Ik denk ook wel dat je er gezond bij blijft. En ik denk ook niet dat je zoveel uur slapen echt maar nodig hebt. En... Dus het kan allemaal wel, maar waarom zou je dat doen? Wat heeft het nou van nut? Anders dan dat je bezig bent met een of andere schimmenspel. Maar goed, die Jesuïten zijn. een uh, groot succes, wel. Maar binnen de, in de maatschappij kregen die mensen een hele slechte naam. En toen heeft de, de toenmalige paus, die heeft de orde van de Jezuïeten officieel verboden. En toen is de leider van de Jezuïeten, dat was dus die Ritsi. Nou heet hij nou? Die... Ah, ah, ah. Niet Giuseppe. <laughs> niet Giordano, maar toen is die Ricci in gevangenschap geplaatst en er wordt dan wordt er nog gezegd hij is overleden in de gevangenis. Ja. Nou volgens Frederik de Pessoer, je, is die helemaal niet overleden in de gevangenis, maar is die uh, die Ricci is op de boot gezet naar Amerika. Incognito. Nou, dan kan jij denken, ja, wat Piri is dat waar? Nou, dan moet je dat boek maar gaan lezen. En je kan het zo downloaden. Dus. Rulers of Evil, en dan Sosie. Uh, S-A-U-S-S-Y. Dus -S 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 Frederik F. Tapper. Ja, hij heet Frederik. Frederik Tapper Saucy. Die man heeft het ook nog in de gevangenis gezet, ja voor belastingontduiking die volgens hem geen belastingontduiking was. Interessant boek hoor. Maar daarin trekt hij ook dezelfde conclusie. Je kan die mensen wel de schuld geven dat ze ons er lopen te pesten. Maar dat ze ons er lopen te pesten, dat is waar wij om vragen. Dat kan niet anders. Wij zijn in en in slecht. En als wij geregeerd worden door eerlijke mensen, hè, die komen met eerlijke wetten en eerlijke systemen en, uh, en dat soort dingen, ja, dan, dan loopt de boel uit de hand. Want wij gaan er misbruik van maken. Zo zijn wij. Ik weet nog wel dat ik iemand uh, kende en die vertelde me dat hij uh, 200 euro had verdiend. Aan zijn camera. liet hij me soms zijn camera zien. Het was een spiegelreflexcamera. Zeg, ja, daar heb ik 200 euro mee verdiend. Ik zei, heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, zei hij, ik had een reisverzekering afgesloten voor diefstal. En ik heb deze camera opgegeven als zijnde gestolen in Marbella. Oh, ik heb de poen binnen. Dat vinden wij volslagen normaal. Ja, die kan toch niet gecontroleerd worden. En ik ben toen naar het politiebureau gegaan. En ik heb net aangifte gedaan. En ik heb er, oh, dat heb ik opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. En nou, ik heb geld gekregen. Oh, die was niet zoveel werk hoor. Het was gewoon even naar het politiebureau lopen. En dan nou, moet je even in de wachtkamer zitten. Oh, misschien een paar uurtjes werk, maar ja, krijg je een kopje koffie. Wij doen dat met het grootste gemak. We vinden het helemaal niet erg. Ja. Ja, gij zult niet stelen, hè? dacht ik. En dan, wat wil je dan? Nee? Als je zo'n mentaliteit hebt onder je populatie, als je daar een eerlijke regering bovenop zet, ja, dat heeft geen enkele zin. Want de hele boel gaat binnen no-time aan de gord. En de andere reden die daarbij gegeven wordt, en die komt vanuit de psychologie. De moderne ze hebben wetenschap of zo. En dat was een analyse van, ik dacht, Matthias Dekkers. Bij zo'n alternatief internetkanaal, de nieuwe wereld. Of zo. En dat komt dan uit de club van de, de Vrije Universiteit, dus de Anthroposofie. En die man, die zei dat. De vorming van een totalitaire staat, dat die voorafgegaan wordt door een proces van verminderde zingeving onder het volk. Dus als mensen niet het gevoel hebben dat hun leven zin heeft, noodzakelijk zin heeft, als die teneur in je samenleving gaat ontstaan, dan worden die mensen zonder dat zingevingsgevoel, die worden heel makkelijk, heel makkelijk vallen die ten aan angst. Voor een daadwerkelijk ding in deze wereld. Een object noemt hij dat. Dus je, die, als je je zingeving. Voelt, dan voel je een eenheid tussen jou en zelfs de vliegen en de konijnen en de hond van de buren. En... en dan zie je hoe bijzonder de wereld is. Ja, en dan dingen in de wereld zelf. Die zijn mooi omdat ze een onderdeel zijn, samen met al die andere dingen die er zijn. Maar niet een ding op zichzelf. Want er is maar één ding op zichzelf. En dat is de hele wereld. Dus het hele universum. Is, en dan wat dat daarachter zit. Hè? Dat wat mij heeft veroorzaakt en dat wat muggen veroorzaakt. En, en bacteriën. En, en moleculen. Planten. Olifanten. Dat is het enige ding op zichzelf. Dat grote geheel. En daar kan jij je, je angst op, makkelijk op, bij neerleggen. Want als al je angst bij dat ding op zichzelf ligt. Wat de zingeving is van het hele universum. En daar leg je je angst neer. Ja. ja, dan ben je helemaal niet meer bang voor iets in deze wereld. Dan zeg je er helemaal niks meer. Dan ik, joh ja, het zal wel. Ja. Ja, dat moet er mij. Ja? En neem iemand op Daniel. Dat was een profeet. En die is, dacht ik, niet zo geliefd door de, noem het maar, de orthodoxe Joden. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar Daniel staat wel in het Oude Testament. Het Oude Testament is een ongeveer dezelfde boekenverzameling als de Tanach. Maar er zitten wat, het is iets ietsje anders. Niet veel, maar stukjes. Maar in het Oude Testament... daar zat het boek Daniel in. En toen het volk Israëls... toen, toen ze mee werden gevoerd... Naar, uh, naar de Babylonische ballingschap... waar ze voor gewaarschuwd waren. <laughs> Jullie stelletje ongelovige varkens... En ja, we trekken ons helemaal nergens wat vandaan. We gaan gewoon lekker maar door. Met zoals we het altijd hebben gedaan. En ho, daar zijn de Babyloniërs. Nou, toen werden ze allemaal afgevoerd. Dat wil zeggen. Waarschijnlijk alleen de, de elite of zo. De, de echte, Of de elite. Maar de, 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 noem het maar de middenstand en hoger. Gewoon de boeren en alles. De, de horigen, zullen we zeggen. Ja, die hoeft er niet mee naar Babylon. Want die. Die mochten lekker blijven ploegen, hoor. En dan belasting afdragen. En Daniel, die had zoiets van... Nou oh ja, afgevoerd naar Babylon. Ja, moet kunnen. Die was helemaal nergens bang voor. En Daniel is dan ook nog in de leeuwenkuil gegooid. En hij dacht van... Ja, nou ja, moet hem maar. Die was helemaal nergens bang voor, Zo moet je zijn. En dan voel je je zingeving. En het opmerkelijk is dat je je zingeving niet per se kan putten uit de Bijbel of uit de, hoe zeg maar, de Veda's of zo. En je kan er wel door op ideeën worden gebracht, maar de zingeving van jouw bestaan, die moet je zien in je dagelijkse leven. En die dankbaarheid moet je opzoeken. Christus zei: tel je zegeningen. Je kan wel zeiken over Mark Rutte en Hugo de Jonge, en Fauci, en AIDS. Dat was ook net als de maanlanding. Dat klopt allemaal wel. Maar dat zijn je zegeningen niet. Je, je, je zegeningen zijn niet de optelsom van alle complotten die jij uit je hoofd kent, inclusief de jaartallen en de locaties. En de namen van de betrokken personen. De gunpowderplot, daar weet ik ook alles van. Ja, ik ook. Maar wat heb je dan? Je moet je dagelijks leven. heeft toch een aantal zegeningen, ja of nee dan? Nou dan bijvoorbeeld mooie herinneringen. Nou, dat is een zegening. Heb je altijd voor het leukste man te denken. Probeer het eens uit. En die club van die nieuwe wereldorde. Ja, het is jammer, er is niks aan te doen. Je kan ze niet bestrijden. Dus dat kan ik je wel vertellen. Dat is namelijk nog nooit gelukt. En jij kan zeggen, Ja, oké, okay, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ja, en het is nog nooit gelukt. En Albert Einstein heeft gezegd, hetzelfde experiment blijven herhalen en toch maar iedere keer hopen op een andere uitkomst, is een teken van idioterie. En ja, wij hebben lopen protesteren tegen die Babyloniërs, maar dat hielp geen sier. Nooit. En Christus heeft een mooie uitspraak gedaan. Die staat niet in het Nieuwe Testament, maar het is wel gevonden. Het, is het Evangelie van Thomas. Het is gevonden in 1945 en bestempeld als. Uh, nu al, het ziet er erg authentiek uit. <coughs> en daarin staat in Logion nummer 7. En dus het, het Evangelie van Thomas is heel kort. Dus het, 3, 4, 5, A4, heb je het En het zijn een aantal logions. En een logion is een paar regels. Hoe moet je dat noemen? Een kort gedichtje of zo? En dan is logion nummer 7, die luidt... Uh, Gezegend is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Wat je kan interpreteren als... Uh, Gezegend is de, is de overheid... Die opgegeten wordt eh, door de mens. Dus we moeten de overheid niet bestrijden, want eh, we eten hem beter op. En we hebben lekker buikje vol. En je eet hem op van binnenuit. Lijkt mij. Een stukje voor stukje. De zwakte van het systeem is, het Babylonische systeem, is dat ze zelf geen auto's kunnen repareren of onderhouden of toiletten schoonmaken of koken kunnen ze ook niet. Kleren maken kunnen ze ook niet. Ze kunnen helemaal niks. Ze kunnen auto rijden, ze kunnen vliegtuigen besturen, ze kunnen computers dingen, maar echt goed programmeren kunnen ze ook niet. Ze kunnen wel computers bedienen. Dus Maxima die kan wel wipen op de smartphone. Je moet Maxima niet vragen om een app te schrijven. Want dat kan ze niet. Of te ontwerpen. Of, dat kan ze echt niet. Dus dat zullen wij moeten blijven doen. En kijk je naar de ontwikkelingen in bijvoorbeeld informatica. Nou, begin jaren zestig is er een operating system geschreven. Hè? En operating systems, die, ja, die worden continu geschreven hoor. Ook heet het vandaag nog. En ik heb ook een, ooit een kernel geschreven. Dat is, zo is dat een ander woord voor een operating system. Of, ja, je hebt ook operating systems, die zijn niet kernel gebaseerd. Maar dat is heel, heel simpel. Maar je moet een kernel hebben. Ah, laat maar zitten hoe het verder zit. Maakt niet uit. Maar de, in begin jaren 60 is er zo'n operating system geschreven op basis van een kernel. En dat, dat draait heden ten dagen op mijn uh, computer. Nee, op al mijn computers. En dat draait op mijn Mac Mini. Dat draait op mijn Ubuntu machine. Dat is gewoon een HP machine. En dat draait op mijn Raspberry Pi. En dat is een ARM processor. Er zijn dus drie compleet verschillende machines. En dat draait dat operating system op. Kijk, dat is world dominance. Yeah? Iets waar Bill Gates van droomde. Ja, daar droomde hij wel van. Yeah? In, wat was het, 1976. Maar toen was dat operating system, wat nu dus overal draait zo'n beetje... Yeah? Ja, behalve op Windows... Windows ja, ja, je draait dus ook op Windows-computers. Als je een Windows-computer koopt, dan kan je hem uh, rustig een, een computer waar Windows op draait, een laptop of maakt niet uit wat. Daar zet je zo je dat operating system op. Je hebt het hele Windows niet nodig. Ja, maar ik vind Windows vind ik wel handig werken. Ja, maar je zelf Maar je hebt het niet nodig. Het is niet essentieel. En het operating system, dat is geschreven door twee uh, huisvaders. Voor dat nou nog uh, overdag, maar ook 's avonds. En in het weekend. En, die mannen waren helemaal waas. En die baas, die, uh, zo gaat dan het verhaal. Hè, die zei: van ja, maar ik, uh, ja, hoe zit het nou met de auteursrichten? Want die jongens hadden dat op eigen initiatief zo'n beetje opgestuurd. Toen hadden die jongens gezegd: van, Nou, eh, 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 dat was ATT of zo, of Bell Laboratories. Zo'n zo grote jongen. Had gezegd: Nou, jullie mogen de auteursrechten hebben. Het is alleen wel zo, het moet eh, gratis worden verstrekt aan onderwijsinstellingen. Die mogen er nooit voor betalen, maar voor de rest mag je het licentiëren, Er dus er licenties voor verkopen. ...hoeven wij niks voor te hebben. Ja, voor een leuke eindejaarsuitkering of zo. Of uitbreiding op de pensioenregeling. Dat is dus de klapper, hè. <laughs> Echt de klapper. En oh, dat operating system heet uh, Unix. Nou, en toen is in het eind jaren tachtig, begin jaren negentig... ...is er in Finland een student geweest... En die had, dus op de universiteit kon hij lekker met Unix werken. Maar ja, thuis als consument moest hij een licentie kopen. En toen dacht hij, wat nou? Heb ik er geen zin in. En toen is hij zelf een Unix gaan schrijven. En mensen uitgenodigd om mee te gaan schrijven aan een eigen Unix. En die mag je dan geen Unix noemen. Dus dan heeft hij het maar Linux genoemd. Klinkt een beetje als Unix. Hè? Maar zelf heet het die Linus. Dus. Vandaar. Ja, en Mac heeft het, hetzelfde gedaan. Die heeft, ook, die heeft het gebaseerd op. Op Debian of zo. Ik weet het niet precies hoor. Maar er zijn heel veel Unix'en... En als je je product echt Unix wil noemen, dus iedereen mag Unix schrijven. Dan, en je wil het Unix noemen, dan moet je jouw product aanbieden bij de balotagecommissie. En dan gaan ze kijken of het wel echt Unix is. Dan heb je je wel aan de Unix regels gehouden. Maar dat kost een fors bedrag. Maar gebruik je die naam niet, dan zeg je ja, altijd Linux. Nou, er is niks aan de hand. Of je geeft nog een andere naam. Ja, je hebt nu Linux al, dus je hebt het. Wat moet je nou nog meer? Dus in de, in de geboorte ja. van het mondiale operating system, daar hebben die jongens en meisjes van Babylon echt helemaal niets mee te maken gehad. Echt nul. Ziltje, nada, nothing. Dat kunnen ze niet. Wat ze kunnen, wat Bill Gates heeft gedaan. Die kocht een 8-bits operating system van een klasgenoot. En zei, nou is dit van mij. En die broncode was gelijk geheim. En toen dacht hij, nu gaan we geld verdienen. Dit is wat hij gedaan heeft. Een 8-bits operating system, niet gebaseerd op een kernel. Nee, dat doen we dan wel met... Uh... Coöperatieve multitasking. Een, een, een waanzinnig idee. Ja, maar het kan niet anders, want we hebben maar 8 bits. Ja. Ja, in, in 1970, ja. Maar dat was een kwestie van tijd. En we zijn nu 30 jaar verder. Ruim. En toen, nou, laat ik zou zeggen, in 1970 had je 8 bits. En in het jaar 2000 hadden we 64 bits. Dus. En dan ga je een operating system passeren. Ja, het kan ook draaien op 8 bits. Nee, natuurlijk niet. Dat is toch helemaal geen pre. De hele Microsoft, dat is één grote ramp geweest. En dat heeft ons opgezadeld met een enorme hoeveelheid broncode, waar geen programmeur meer aan wil, niet meer aan wil komen. Want je verandert één ding en dan stort het aan de andere kant in elkaar. Ik hoorde net van zo'n, dat ook alweer zo'n System Integrator. Dat je dan. Een dus, uh, Microsoft System Integrator, huppeltje pup. Dan heb je je certificeren en een goede business maken. En de bedoeling is dan dat een klant, die gaat naar jou toe en die zegt, nou, ik okay, heb een heel complex probleem en dus ik moet dit en dat en allemaal multiple toepassingen en zo. En dan ga je op zoek naar allemaal producten en die ga je dan integreren tot één groot systeem. Nou, ja, dan moeten er overal moeten we van die Dynamic Linking Libraries bij, de DLL. Nou, ja, dan gebeurt het volgende, dan komt er een update van, van Windows. Nou, ja, dat is allemaal leuk. Dan blijkt vervolgens dat de scanners uh, niet meer werken. Nou, ga je het uitzoeken? Nou, uh, zegt die fabrikant van de scanner. Die zegt... Uh, ja, dan moet je die DLL vervangen. Want uh, de, de, vanwege de upgrade van Windows ofzo. zo. Hè? Ja, dan moet wel die DLL moeten... Ja, dit hoort erbij. Kan je, ja, kan je zo downloaden? Dan halen ze die nieuwe DLL op. Ja, inderdaad. De scanners doen het weer. Maar dan vallen de printers uit. Ik hey, net dat nou? Nou, ja, dan gaan ze bij die printers op zoek en dan wordt er daar gezegd: ja, denk erom hè, dat je van die DLL dat je niet versie 4 pakt, want dat is niet compatible. Ja, maar om de scanners aan de praat te krijgen, moet je DLL versie 4 hebben. Maar dan wallen de printers uit. En dan haal je versie 4 eraf en doen de printers het weer, maar dan doen de scanners het niet meer. Och, zie die man, die wordt er knettergek van. En leg dat maar eens uit aan de klant. Daar word je helemaal gek van. En ook dat gedoe met die virussen. Dat komt door Windows zelf. En onder Unix heb je dat helemaal niet. Dat kan niet. Je kan, natuurlijk kan jij een stuk stof weer installeren. wat je de hele systeem aan de gort brengt. Maar dat doe je dan zelf. En dan doe je uh, sudo apt-get spatie en dan uh, je fantastische ding enter. apt-get install ofzo. En, uh, en dan vraagt hij om je sudo-password uh, uh, superuser do. Nou, dan moet je wel je Magic Password weten. Dan gaat hij voor je op zoek. Dan zegt hij, nou, dit kost je wel zoveel schrijfruimte. Weet je wel zeker dat je het wil? En dan moet je nog een Y intypen en dan een Enter. Nou, als je dat allemaal per ongeluk doet, dan is er echt iets mis in je hoofd. Hoor. Ja, en dan kan jij de meest verschrikkelijke dingen installeren. Maar ja, dat moet je zelf weten. Maar bij een virus is het zo dat je helemaal niet in de gaten hebt dat er iets geïnstalleerd wordt. Want oh, er is iets geïnstalleerd. Oh, hé, hey. hé, hey, hij doet heel rijk. Ja, dat, dat is, is ingebouwd in Windows. Als een feature. En die feature is dat als je een systeembeheerder bent voor een grote company, zeg KLM of zo, en je hebt 500 werkstations. en dan moet een nieuwe versie van Huppeltje Pub op. Ja, dat je geen zin hebt om met je disketten langs al die machines te lopen. Dus dat wil je dan met één druk op de knop vanuit je luie bureaustoel. En dan ga je even overal updaten zonder dat enige gebruiker ook maar iets wil te doen. Het enige wat die mensen moeten doen, dat is hun computer aan laten staan als ze naar huis gaan. En zelfs is het zo dat als iemand dan zijn computer niet uitzet, dat dan die systeembeheerder de volgende dag keurig een rapportje heeft. van Oh. En dan gaat hij naar die mensen toe. zegt jij, hey, wat is het nou? Je computer stond gisteravond niet aan. Oeh. Ja, dat had ik toch gezegd. Oeh, ja, sorry. Dus er zit een achterdeur in Windows. En daar kan je Windows mee updaten. Dan kan je alles updaten. Drivers, zeg maar. Versies van Word, Excel. Maakt niet uit wat je wel. Gaat allemaal automatisch. Ja, maar dat is heel goed beveiligd. Ha, ha, ha. <laughs> En dan ook nog zo gek hè, dat, die, dat door dat Windows met al die virussen. Iedereen wil computervirus, heel eng hoor. Maar ik, ik doe niet mijn computer aan het internet, want nou, er kan zomaar een virus in komen. Oh, 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 oh. En dan gaat Bill Gates weg bij Microsoft, en we gaan er zich mee bezighouden. Ja, virussen. <laughs> dan gaan we de bevolking van Afrika uh, vaccineren. Ja, die zijn eigen computers maar eens gevaccineerd. Tegen die virussen. Als nee. dus deze mensen presteren op, op, op het, you know, maar het, het, het wetenschappelijke niveau helemaal niks. Ze zijn niet creatief. Ja, wat Bill Gates is overkomen. Is hij heeft dat operating system gekocht. Dat DOS was dat. Disk operating system. Meer is het. Ja, goed, lang verhaal. Maar het is, het is een programma van een kwartje. Nou, en daar hij. dit is alles in. oude, gaan we het helemaal mee doen. Dat had een werkgeheugen van 640 kb. En in die dagen was dat een heel. Was, uh, ja, computers hadden een werkgeheugen van 64k. Dus het was tien keer het beschikbare werkgeheugen. En dat kon dat operating system aan. En in die dagen, voor dat klasgenootje, dat was gewoon een jongetje van 15, 16. Die dacht, nou, 640 kb, dat is tien keer zoveel dan momenteel de allergrootste computer. Want, mijn eerste computer die ik kocht in die dagen, dat was er eentje met 1k werkgeheugen, of 2k. Dan dacht je, wauw. Maar je ja, had de Commodore 64 en die had 64K. En toen is ze, nou, als je dan 640K max neemt, dat, is, dat kan maar makkelijk. En Bill Gates heeft nog heel lang lopen... Want er kwamen dus klachten over, hè? Vanuit, uh, de, de, toen het, het RAM dus alsmaar meer werd en meer werd en meer werd. Het kwam het dus vanuit de, de, de softwarehoek. van al die mensen die erin programmeerden. En de vraag aan Microsoft. ja, kan die grenzen niet af? Want we willen lekker bij dat extra RAM kunnen. Uh, een de drama. Die heeft gewoon die dingen gezegd. 640 kb, dat is uh, gewoon het maximum voor een consument. En dat heb ik gezegd. En dat is gewoon zo. En ik wil dat iedereen zit er in nood. <laughs> Gaat hij gewoon schrijven. Echt even gaan krijgen, heeft hij. 640 kb, dat is gewoon de grens. En weet je waarom? Omdat het niet te veranderen was. Gooi je verdorie de hele code door. Dat was de zwakte van Dos. Daarom is het ook een programma van een kwartje. Jo, we hebben maar 640 kb werkgeheugen en daar doen we het mee. Nou, 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 En ik kreeg je. Uh, Rare dingen als extended memory en expanded memory. En als je er vroeg werd, dan keken mensen je zo mee gaan. Ja, jullie van de Macintosh, hè, jullie hebben helemaal dat soort kennis niet. En dan zei ik heel droogjes: van nou, dat hebben wij ook helemaal niet nodig. Want bij ons is het, het maximaal adresseerbare. dat was toen 16-bit computers. Dat is dan, weet ik veel, de 32 megabyte of zo. En dan komt er naar de 16-bit is. En dat ga je lekker doorschuiven naar, uh, naar 32-bit. En, en dat is uiteindelijk doorgeschoven naar 64. En dat, op dat 8-bit systeem van DOS daar hebben ze een paar bits eraf gehaald. En daar stoppen ze extra signaaltjes in. Dus het, het is niet een volledige 8-bits adressering, maar ze hebben van die adressering een paar bitjes eraf gehaald van ja, die hebben we toch niet nodig. Want uh, het hoogste geheugen, man, dat is uh, gewoon 10 keer 64 k nou, dat moet makkelijk kunnen. Dus dan gaan we die bits gaan we gebruiken voor slimme trucjes. Ja, 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 ja. Maar dan krijg je dus als je dat achteraf zegt van nou, we gaan toch de volledige 8, het volledige... Busbreedte gebruiken voor de adressering. Ja, maar die twee andere signaaltjes, dat moeten dan parameters worden. En dan moet je die gaan opnemen in alle functies. En dan moet je alle functies aanroepen, aanroepen af. En dan moet je nog foutloos doen ook, anders stort een heleboel in elkaar. Ze konden niet meer terug. Dus dan gaat Bill Gates maar lopen brullen dat 640k, dat het uh, filosofisch gesproken moet. Terwijl het helemaal niet waar was. Het kwam vanwege die beperkte techniek. Er was een programmaatje geschreven door een 15-jarig jongetje. Met hele goede bedoelingen. Ik dat, dat wil niet zeggen dat het een stomme programmeur was. Maar... maar dat haalde het niet bij de kwaliteit van Unix. Wat geschreven was door twee mannen. Uh, met zo'n baard. Met een vrouw, allebei een vrouw. En een eigen vrouw natuurlijk. En kinderen. En zo'n leuke auto en met een tuin en een schommel. Een jarenlange ervaring in het programmeren. Dus die wisten wat een operating system moest kunnen. En ik weet nog. In, dat was ergens in 2003. Vier? En mijn zwager die. ...werkt, die werkt hier nog steeds... ...die werkt voor Noldus En Noldus dat is een software company... ...dinges, die doen... ...behavioral... ...statistics, science... Of zo. ...gedragsdingen... ...statistiek. En die werken met, met, met Windows. En die vertelde mij... Ja, uh, heel, ...heel enthousiast... Hè? ...of nee... Niet enthousiast. Hij zei: nee, het was, het was als volgt. Uh, mensen van Microsoft waren langsgekomen en die hadden gezegd: van, ja, uh, dat was toen met Longhorn. Heette dat. dat was Windows. Is het Windows 7 of zo? Maar die heette Longhorn. En er werd van gezegd: ja, dat is precies Unix. Toen dacht ik: oké, maar nou, hè? En dat had ik dus opgevangen in de wandelgangen. Windows gaat Unix worden. Nou, dat is, nou, dat is volzotsig. En toen hoorde ik van mijn zwager. Van, ja, er is iemand van Microsoft, een team, kwam langs. En die hebben ons programmeurs even voorgelegd. Dat uh, als wij optimaal gebruik willen maken van Longhorn. Hè, dat het enige wat we moeten doen. Dat is uh, uh, de file pointers. Uh, anders. Uh, ja. De file adressering gaat anders. Ja, zei mijn zwager. Dat kan Microsoft wel zeggen. Maar Microsoft is zich helemaal niet bewust van het feit dat wij niet praten over drie pagina's broncode. Die we dan even moeten gaan aanpassen aan de nieuwe filestructure. Kijk, om het even uit te leggen: onder Unix is het zo dat of data nou binnenkomt via het netwerk. Of via een, een of ander apparaat. Of vanaf de harde schijf. Of vanaf het toetsenbord. het maakt niet uit. Vanaf de muis. het maakt echt niet uit. Dat gaat allemaal door één en dezelfde structuur. Namelijk een pipe. Nee, of zoiets. Een socket. Een socket. Ja, dat is de term. Gewoon een socket. En je hebt verschillende soorten sockets. En onder Windows. Het is... Daar hebben ze dus helemaal nooit over nagedacht. Daar heeft dat jongetje nooit over nagedood. Die heeft dus een aparte structuur voor files en een hele andere structuur voor streams. Zoals van je toetsenbord en je muis. Want het is heel anders. Ja, het is voor de hardware heel anders, maar niet voor het systeem. Maakt geen donder uit of je een stuk, tekst, het plaatje of wat even, of je dat nou naar een apparaat stuurt of dat, je, dat het naar de harde schijf gaat. Het is voor de software hetzelfde ding. Je hebt iets waar data weg kan, je hebt iets waar data van binnen kan komen en je hebt iets, dat is dan ook zo'n ding, maar dan kan het in en dan heb je twee wegverkeer. Dat zijn de drie mogelijkheden. Het lijkt me nogal dus dat je niet kan schrijven naar je toetsenbord. In de regel. Of dat je, dat je kan lezen van je printer. <laughs> nee, dat kan natuurlijk wel, want de printer die kan zeggen: de klep staat open. Dus dat is twee communicatie. Nou, en dat zouden dus ze eventjes. Uh, ja. En, en Microsoft had dus dat probleem van die verschillende pointerstructuren. En dat, dat moet gewoon één structuur worden. Net als onder Unix. Ja, maar dan moeten alle mensen, die dus uh, hun systeem hebben gebaseerd op die verschillende uh, pipe structures, socket structures, uh, die, uh, die moeten dat maar eventjes. Uh, nou, er is een calculatie gemaakt bij Nolders. Dat hebben ze tegen Microsoft gezegd. Van, nou, we willen wel mee, maar uh, hebben jullie zin om uh, ja, een duit in het zakje te doen? Want dit geintje gaat ons 500.000 uh, euro kosten of zo. Dan krijgen we een beetje subsidie. Nou, dat kregen ze niet. Nou, ze zeiden we: Nou ja, goed, dan zullen wij zelf wel zien. Hè? Nou, anders gebruiken we die nieuwe features van Longhorn maar niet. Ja, zo duur is. Drama op drama. En dan weet ik ook nog, ik heb een keer een boek, vond ik zo heel ja, bij de slechte of zo. Kostte bijna niks. En het was geschreven door een jurist. En die jurist, die had een aantal jaren bij Microsoft als, als externe. Was die ingehuurd door Microsoft en hij werkte voor een advocatenmaatschappij, juristenmaatschappij. En dat deed allemaal legal stuff voor Microsoft. En daar heeft hij een boek over geschreven. Want het volgende drama kwam: er was een firma en die heette Digital. En die maakte werkstations, zo heetten die dingen. En dat zijn mini-computers. Zo heetten die dingen in die dagen. En die minicomputers waren bedoeld, uh, normaal gesproken een minicomputer gebruik je met 60 man. En dit waren dan mini-minis, maar het waren nog steeds minis. Maar die had je dan per user, dat heette dan een workstation. Ze maakten, ze maakten trouwens ook een hele grote jongens en zo. En Digital had het moeilijk en die hadden al hun ding ingezet op de Digital Alpha. En dat was gebaseerd op de Alpha-chip. En dat zou een succesapparaat moeten worden en daarmee de firma gered. Dat is niet gelukt, de firma is te gaan. goed, ze waren nog niet failliet en toen hadden ze een operating system nodig voor die mooie Alfa. Nou, ja, dat operating system konden ze zelf wel schrijven. Maar ze, hadden er ook, ze wilden gaan grafisch. Ze hadden zo'n graphical interface nodig. En die slimme rekening hebben even met Microsoft gebeld. En ze zeggen, Goh, kunnen we van jullie dan. De hele graphical uh, library krijgen. kopen, licenseren. Ja. Oh, dat vond Microsoft goed. Dus toen kregen ze die, uh, ik denk, niet, misschien de broncode onder. Ja, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maakt niet uit. Maar ze hebben dat hele layout van, wat was het toen, Windows 3 of zo. Ja, dus Hadden ze gekregen. En hun eigen operating system, dat draaide erop. En daarbovenop die schil van Windows. En ik heb die machine dus bij mij thuis gehad. Die heb ik gehuurd. Toen. Met dat, uh, dat heette toen Windows New Technology. O oh ja, dat heette ook nog Windows. Windows New Technology. Ja, dat was gebaseerd op dat operating system van Digital zelf. Dat was een kernel gebaseerd operating system, à la Unix. En dan die, die buitenkant, het uiterlijk. Dat was van Microsoft. En ik weet nog dat ik inlogde En ik was stom verbaasd. De muis, die gleed heel soepel over het beeldscherm. En ik zo die muis snel heen en weer. Nou, helemaal niet dat gehotter, gestotter. Het. En die klik zo in die vensters. En ping, poing, ping, ping, peppie en kokkie. En vensters gewoon verslepen. En dan had ik een crash. Ik had een hele onbetrouwbare software. En dan crashte die software. Niet mijn eigen software, maar ineens crashte die software. Was er niks aan dat. Kreeg je niks een boodschap. Een procesnummer zoveel is gecrashed. Ja, het is jammer. Wil je nog meer doen? Dat ding was niet kapot te krijgen. Bill Gates was natuurlijk helemaal blij. Het zag eruit zoals zijn eigen product. Het werkte echt fantastisch. Het enige probleem was, ja, die onderkant, dat was een totaal nieuwe machine. En toen zei Bill Gates: Nou, dat is toch simpel. Dan, dan, dan voegen we dat even samen. Ja, ja. Dus je hebt een huis gekocht. Heb je helemaal laten vertimmeren, laten verbouwen. En dan heb je een heel nieuw huis dus gebouwd. Uh, dat is ook helemaal uh, ingekleed. En, maar er zit een veel mooiere badkamer in en een veel mooiere keuken en zo. Uh, dan denk je, nou ja, en dan wil ik eigenlijk. Uh, ja, voeg die twee huizen maar even samen. Dat kan toch helemaal niet. Heb je een badkamer te veel bijvoorbeeld. Wat heb je nou in een huis met uh, twee badkamers en twee kelders? En twee toiletten. Oh, je, dat kan toch handig zijn? Ja, in het echt inderdaad, maar in de software niet. Je hebt niks aan en, en twee modules die in principe hetzelfde doen. Maar ja, hoe ga je dat samenvoegen? Hè? Dus dat kan helemaal niet. Hoe ze dat opgelost hebben? Ik heb nog in de trein gezeten met een man. en Die, die kwam uit Australië en die was hier naar Europa gestuurd vanwege... Allemaal legal cases van de auto-industrie tegen Microsoft. Wegens achterstallig onderhoud. Iets waar Microsoft altijd heel erg veel last van heeft gehad. Dat ze niet in staat waren om de ontwikkelingen van de hardware. En ook de inzichten in hoe software eigenlijk zou moeten uitzien. en hoe het eigenlijk zou moeten werken. Microsoft hobbelde er altijd achteraan. Verschrikkelijk. Nou, ja, daar waren ze bij de auto-industrie ook achter gekomen en ze baalden als een stekker. En hij was naar Europa gestuurd om te, ja, te overleggen. En hij vertelde dat ze in Amerika, daar hebben ze bedongen dat ze. En een groep van hun eigen advocaten, en die moesten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. En die mochten dan uh, inzicht krijgen in de broncode. Ze mochten dus ver niet vertellen wat erin stond, het moest geheim blijven. Maar onder die voorwaarden mochten ze de broncode zien van uh, Microsoft. En die mensen die kwamen terug, uh, die zeiden tegen die jongens van de auto-industrie van, uh, hou er maar mee op. Dus, uh, dat komt nooit meer goed. De hoeveelheid broncode, namelijk. Die was ontstellend. En des te meer pagina software je hebt, des te moeilijker het wordt om de software te onderhouden. Dus als je, zeg maar, als je één pagina software hebt. Dan kost je maar één uur of zo. Hè? En dan heb je twee pagina's en dan kost het je dat twee uur. En dan heb je drie pagina's en dan kost het je vier uur. En als je een nou vier pagina's hebt, dan kost het je acht uur. En als je vijf pagina's hebt, dan kost het je zestien uur. Dus zo gaat het ongeveer. Niet precies zo, maar de hoeveelheid onderhoud die, die neemt echt aan toe met een aantal pagina's. En dan moet je erg mee oppassen. En dan heb je te veel pagina's, ja, sorry, maar dan, dan, dan red je het niet. Je, je krijgt het niet op tijd af. Dat is het punt. Ook al zet je je programmeurs ontzettend onder druk, waar Microsoft onbekend stond. Verhalen als uh, programmeurs die 72 uur aan één stuk doorgewerkt hebben om een deadline te halen. Maar dan red je het niet mee. O, oh, zei ik. Oh, dat is niet zo mooi. En die, ja, terug naar die, die jurist die met Microsoft in de rondte liep. Die wist dus van dat probleem tussen Windows NT... en dat 8-bits oude ding, van DOS. Met die 640 kb-problemen. En toen wist hij, ving hij op, toen hij daar bij Microsoft in de rondte liep, dat er een werkgroep was opgericht onder de programmeurs. En die zijn naar Bill Gates toegestapt. En die hebben tegen Bill Gates gezegd. Jongen, als je nou verstandig bent, <laughs> dan baseer je je operating system op Java. Dan, dan fiets je er in één keer aan voorbij. De oplossing was dan volgens mij hè, dat ze een, een Java-virtual machine zouden gebruiken als basis. En dan binnen die Java-virtual machine, binnen die kernel, kan je NT-applicaties draaien en DOS-applicaties. Maar de basiskernel is uh, de eigen Java-kernel: de Java-virtual machine. En dan werd Bill Gates, die werd hysterisch. Daar stond iedereen echt van te kijken. Ging hij weer krijzen en schreeuwen. En er gebeurt niet. En de basis is dus... Het <laughs> is Windows. Het is Windows. En het is geen Java. Nee, maar dan was hij er wel uitgekomen. Dat was een hele goede strategische move geweest. Apple heeft het anders aangepakt. Apple heeft in die tijd dat, dat Windows dan. Ja, dat dus binnen Windows. Is, binnen Microsoft een opstand kwam onder de programmeurs. Nou, die liep dus helemaal klem op de schreeuwende Bill. Je ging lopen janken als een klein kind. En Apple die heeft toen in die dagen Steve Jobs teruggehaald. Steve Jobs heeft toen gezegd: van oké, okay, maar dan gaan we allemaal over naar Unix. En zo heeft Steve Jobs het opgelost. Met drama's ook, maar dat werd heel erg volwassen opgepakt. Ik ben er nog bij geweest, toen ik naar Hilversum geroepen. Door de, de radiotoestand en P. Huppeltje Pub. Ja. Radio, huppeltje, pup. Radio, tak. Van de... Daar werkte ik voor. Als freelancer. Ja, dan kan je even in Hilversum komen? Want het Apple Operating System, dat heette ProDos, dat liep ook helemaal vast. Maar die had dezelfde problemen als Windows. Ja, die had het niet dat adresseringsprobleem, dat ging nog wel. Maar die had het probleem dat het niet op een kernel gebaseerd was. En je kon wel multitasken, maar dat, dat is dan cooperative multitasking en daar word je niet blij van. En als er maar één proces vastloopt, dan knalt je hele Mac die knalt down. Ja, daar kregen ze heel veel problemen mee. En toen kwam er iemand van Apple, die kwam op bezoek in heel veel Zoom en toen wilde die uh, hoofdautomatisering daar, die wilde dat ik erbij was. En die man die langskwam van Apple, die had iemand meegenomen. Dat was van de techniek. Dat is een programmeur. Die kwam uit Amerika. Die was helemaal vanuit Amerika naar Europa gestuurd. En uh, die man uh, die zei van: Ja, ik ben hier van de damage control. En ze trokken het boetekleed aan. Serieus. Want ja, wij zijn ons bewust van de de ja, onacceptabele instabiliteit van het op ProDOS gebaseerde Macintosh operating system, ja, het heel haal, he, onhaalbare kaart. En ze gingen uitleggen van we zijn bezig met Unix en dat wordt een transitie en die gaan we zo aanpakken en we hebben dit en dat en zo. En die programmeur die gingen dan allemaal uitleggen hoe dat dan technisch in elkaar zat. En toen vroeg die hoofdautomatisering aan mij: van nou, en wat vond je ervan? nou, Ja, het lijkt me een goed verhaal. Het houdt wel in dat de problemen niet morgen opgelost zijn. Maar ze werken aan een oplossing. Kijk, dat was veel verstandiger. En inmiddels is Apple dus helemaal Unix-beest. Ja, een Mac, het loopt wel eens vast hoor. Maar niet vaak. En het helpt ook als je een Mac regelmatig toch eventjes herstart. Het, is toch, uh, het blijft altijd verstandig. En zelfs het is het nog beter om hem een, een shutdown te geven en hem helemaal te laten afkoelen. En dan even een cold boot. Dat is nog beter. Dat al die hardware, dat al die. Condensatoren, dat ding echt helemaal leeg gestroomd is. Want ik kan altijd nog een procesje draaien. In de firmware of waar het ook mee zit. Maar Mac is een goed stabiel product. En ja, de Linux-distributies. Ja. Maar er zitten wel leuke dingen tussen. En dat is helemaal gratis. Ja, dat is terug naar die NBO. Ik heb dit voorbeeld dan gepakt van de computerindustrie. Die mensen kunnen zelf geen. Uh, ze kunnen niks uh, produceren. Anders dan hun eigen driftige buien. Los, ik wil het gewoon zo. Moet dit moet ditje. Dit moet datje. Maar er gebeurt helemaal niks. Of beter gezegd, in die hoek gebeurt er niks. He, maar dan kan Bill Gates wel lopen brullen, want ik wil geen Java en ik wil geen dit. En ik, wil, ik moet gewoon Windows en zo. Dan kan hij wel brullen. Maar de ontwikkeling met Junings gaat gewoon door. En Java, dat wordt veel gebruikt hoor als ik mij niet vergis, is het merendeel van, van YouTube en Google of zo. Dat, dat werkt met een hele bak met Java. Voor het user interface, dacht ik. Nou. Kijk, dus vanuit die hoek vanuit de. Noem Babylon. Nou? Er komt niks creatiefs uit. Maar ze kunnen de creativiteit niet tegenhouden. Dat doen ze wel. Ze proberen het daadwerkelijk. Om te voorkomen dat, dat we dingen gaan uitvinden. Maar dat houden ze niet tegen. Dat kan niet. Door HTML bijvoorbeeld. Dat hebben ze niet aanzien komen. Dat was een studentenproject. Ja. Dus daar kunnen ze wel fijn gaan verzinnen, van een global reset is allemaal vaccineren, en dan jip, 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 Maar de creativiteit kunnen ze niet snappen. Huh? En ja, ze leggen ons beperkingen op. En ja, dat is helemaal niet leuk. En, en dat snap ik wel. Maar de creativiteit houden ze niet tegen. Een beperking leidt tot creativiteit. Per definitie. Ze kunnen ons niet stoppen. Ze kunnen ons bij bakjes vermoorden. Dat wel. Afslachten, dat wel. Maar ze kunnen ons niet tegenhouden. En de mate waarin ze ons toch weten ja, te imponeren en uh, ons ontzag in te boezemen. Ja, die mate wordt bepaald door onze eigen ongelovigheid. Ons eigen gebrek aan zingeving. Ons eigen gebrek aan het bewustzijn van het eigen innerlijke. En als je dat niet hebt dan ga je druk lopen maken over de buitenkant. En dan ga je zeggen: ja, met CO2. Maar dat kan ook echt niet. CO2, weg ermee. Want daar gaan de planten van groeien. Ja, straks is de hele aarde groen. Ja, verdorie. Houd toch op met die CO2. We weten allemaal wat de gevolgen zijn van CO2. Ja, daar gaan de planten van groeien. Dat heeft de NASA geconstateerd: dat de aarde de afgelopen jaren nou, die is aanzienlijk groener geworden en dat komt door de hogere CO2-concentratie. Nou, was is er mis mee? Ho, ik vind het toch eng. Laten we voor alle zekerheid maar. Uh, ja, dat is. Doen we ook lockdowns. Uh, en dan doen we ook CO2-lockdowns. Ja, de komende maand leggen we alles weer plat, alle terrassen weer dicht, om maar aan de CO2 omlaag te brengen. En dan gaan we weer de terrassen dicht doen, want er is weer een ebola-uitbraak in Noord-Groningen. En dan gooien we de terrassen dicht gewoon om te kijken. Ja, eigenlijk gewoon zomaar. Voor alle zekerheid, ja, je weet nooit waar het goed voor is. Verbaat baat het niet, dan schaadt het niet. Toch niet essentieel. <tie> ja, zoals Artie Schopenhauer zei: het allerergste. Dat komt nog. <tie> Hou toch op. Dag schat de baten.